Afgelopen maandag werd in de Grote Kerk in Alkmaar het jaarlijkse ondernemersgala van Ondernemend Alkmaar weer gehouden. En net als voorgaande jaren waren ook dit jaar een aantal ondernemers genomineerd voor een van de Van Alkmaar de Victorieprijzen. Die prijs is er in verschillende categorieën, waaronder de beste Alkmaarse onderneming, de beste ondernemer en de beste retailer. Ik hoop dat het me wordt vergeven dat ik niet uit Alkmaar kom. Ik was overigens laatst ook in Heilo. Dat werd me ook meteen afgestraft. Ik was in Heilo. Ja. Excuses. Nou, laten we het elkaar vergeven met een lach, want dat is het thema van vanavond. De lach van Alkmaar. Mag ik het glas heffen? Op het Gala 2015 Ondernemend Alkmaar. En blijf lachen. Proost. Ook de Cornelis Drebbel Award van Club Kaas werd tijdens het gala uitgereikt. Die gaat ieder jaar naar de meest talentvolle ondernemer in de creatieve of ICT-industrie. Ik wil graag de finalisten, onze drie finalisten, graag op het podium roepen. Dat is van Cloud2, Jeroen van der Nauwland. Dat is namens Youngbits Guido ter Horst. En tenslotte Roxana van der Meulen van Rox Entertainment. Ik denk dat Cornelis Drebbel hier wel om kan lachen als hij kijkt hoe wij zijn onderzeeër hebben laten printen door het kaasvap hier in Alkmaar. Wie had nou gedacht dat zijn vinding uit de 17e eeuw gewoon geprint zou kunnen worden hier in Alkmaar. Nou, die eigenschappen die Cornelis Drebbel heeft, die weerspiegelen we graag in deze drie finalisten vanwege het out-of-the-box denken, het creatief zijn en het in de praktijk brengen van ideeën. De winnaar is geworden Cloud2.